In november werd de 40-jarige Mohammad E. door de politie gearresteerd op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij bedreigingen gericht aan prinses Amalia. Dit werd bevestigd door een woordvoerder van het Openbaar Ministerie, zoals gemeld in het Parool. Inmiddels zijn de verdenkingen tegen de man ingetrokken. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hadden eerder in oktober aangekondigd dat hun dochter vanwege ernstige bedreigingen niet in Amsterdam op kamers kon gaan wonen. Onderzoek en verdenkingen. Het strafrechtelijk onderzoek naar E. heeft uiteindelijk geen bewijs kunnen vinden om de eerdere verdenkingen te ondersteunen. Sinds zijn arrestatie in 2022 zit E. echter nog steeds vast op verdenking van diverse andere misdrijven, waaronder handel in soft- en harddrugs, vuurwapenhandel, witwassen, een autobomaanslag in Nuland en het in bezit hebben van vals geld. E. zou berichten hebben verzonden die hebben geleid tot de hoogste alarmfase. Een van de berichten luidde: "Die vrouw die Violes geeft aan Amalia deelt informatie met mijn contacten, BRO. De berichtenuitwisseling omvatte ook de namen van journalisten Peter R. de Vries, Mick van Wiely en John van den Heuvel.